Het constitutioneel hof bepaalde vanmorgen tijdens zijn eerste openbare zitting dat de gewijzigde amnestiewet in strijd is met de grondwet en mensenrechtenverdragen. Tijdens de zitting heeft het orgaan zich uitgesproken over het verzoekschrift van de toenmalige NDP-fractie. Het verzoekschrift ging over toetsing van de amnestiewet aan de grondwet en internationale verdragen. Voorzitter Gloria Steerling van het Hof over het oordeel. Amnestie is een principieel politiek-maatschappelijke kwestie. De beleidsmakers in casu, de wetgever, zullen inzichten moeten hebben in de maatregelen waarmee partijen genoegen zullen nemen om een einde aan de strijd te maken. Daarnaast zullen de beleidsmakers rekening moeten houden met de gevoelens van het volk en de inzichten van relevante organisaties ter zake. Dat het primaat van de amnestieverlening bij de formele wetgever ligt, vindt zijn grondslag in artikel 72 van de grondwet. In gevolge artikel 72 onder G grondwet kan amnestie slechts bij wet worden verleend. NDP-assembleelid Jennifer Vreedzaam stond journalisten na de zitting kort te woord en deelde mee dat de partij eerst over de uitspraak zal oordelen. Tot die tijd wil ze geen uitspraken doen. Het is een gevoelig onderwerp, zegt Vreedzaam. Hebben jullie misschien in aanloop naar, naar vandaag gesproken met de partijvoorzitter? We hebben onze structuren, dus we gaan daar nu even kijken. Geen structuren, ik ga geen uitspraak doen. Er zijn echt structuren en wij gaan zelf de zaken downloaden, bekijken. We hebben onze structuren en hoort niet. Ik denk dat dat de enige conclusie kan trekken. Ik heb mijn mening, ik heb het gehoord, ik heb geluisterd. Ik hou het even voor mezelf. De samenleving is benieuwd? Nee, het is niet mijn standpunt, het is niet mijn zaak, het is niet mijn dingen. We hebben iets ingediend als DNA-lid. Er is een toetsing geweest en dat respecteren we. Met de uitspraak van het Hof kan er geen amnestie worden verleend aan ex-legerleider Desi Bouterse en de andere verdachten van de moorden van 8 december 1982. De misdrijven die toen zijn gepleegd komen dus niet in aanmerking voor straffeloosheid. 2 jaar nadat Bouterse als president werd gekozen, werd de amnestiewet gewijzigd door het parlement met de bedoeling de strafzaak Bouterse te beëindigen.